Terug dan naar eigen land. Hoe gaat corona, of eigenlijk de anderhalve meter samenleving, ons straatbeeld veranderen? De gebouwen en de manier waarop we bijvoorbeeld op kantoor werken. Het coronavirus en de angst voor besmetting zet vormgevers en architecten aan het denken. Corona verandert niet alleen de manier waarop we naar de wereld kijken. Het gaat ook de manier veranderen waarop we onze omgeving inrichten. Architecten en vormgevers laten hun gedachten al los. Rotterdamse architect Harm Timmermans ook. En zijn inspiratie kwam al heel snel op. In die lockdown, de eerste dagen, wilde ik mijn boodschap erin doen. Daar ervoer ik dat er echt een enorm probleem is met de afstand van die anderhalve meter om die te waarborgen. Tegelijkertijd wilde ik toen mijn boodschappen, of in ieder geval mijn verse boodschappen, gaan doen op de markt. Omdat we dat eigenlijk altijd doen als gezin. En tot mijn verbazing waren die markten gesloten. Hij hoopt dat dit idee wordt opgepikt. Micromarkten, die je door de hele stad en over de dagen van de week kunt verplaatsen. We begonnen met 3 stalletjes bijvoorbeeld. Hele strenge eisen ook aan die micromarkten. We hebben daar een systeem voor ontwikkeld waardoor mensen in een grid moeten lopen. Eigenlijk in een dambord van vakjes. Waardoor ze nooit meer dan 1,5 meter afstand tot elkaar hoeven bewaren. Dus de aanvoer van vers voedsel naar de wijken kan gewoon doorgaan. De supermarkten worden ontlast, want veel mensen, in ieder geval voor hun verse boodschappen, zouden het in een wijk kunnen gaan doen. En natuurlijk, de marktkoopmannen en de hele, laten we zeggen, voedselketen achter de marktkoopmannen, die blijft ook in bedrijf. Zodra de omstandigheden het toelaten, zegt Timmermans, zullen gemeenten gaan kijken naar de inrichting van de openbare ruimte. Moeten auto's plaatsmaken voor voetgangers die nu extra ruimte nodig hebben? En hoe bewegen je in een drukke winkelstraat? Op het moment dat je ook de stoep hebt, niet van de hele stad, maar op plekken als deze, één richting maakt, of niet één richting, in de zin van, je gaat gewoon rechts houden als voetganger, rechts houden daar als voetganger, en dan heb je nooit dat je elkaar kruist. Je hebt alleen maar maximaal dat je elkaar passeert. Wat ongezellig. Ja, dus de anderhalve meter samenleving zal niet per se gezelliger worden. Maar ik denk dat mensen wel begrip hebben voor. We schrijven momenteel geschiedenis, net als dik 100 jaar geleden. Ook toen reageerden architecten en vormgevers op hun omgeving. Dit voor die tijd ruime arbeiderswijk in Hilversum werd ontworpen als reactie op onder andere besmettelijke ziekten en slechte hygiëne. Rond 1900 was dit modderig, was dit open riool, stonden hier krotten, houten huizen, slecht geïsoleerd, zonder stromend water, zonder elektriciteit. In de 19e eeuw, na herhaaldelijke cholera-uitbraken, kwam de riolering in het systeem. En in 1915 is de architect Dudok, in opdracht van de gemeente Hilversum, begonnen om tuinsteden te ontwikkelen. Om betere, gezondere wijken te maken. En dit is een manier waarop je kunt zien dat gezondheid ook kan leiden tot een andere architectuur. Dus, zegt Van het Klooster, je kunt erop wachten dat we ook door deze crisis onze omgeving aanpassen. Onze werkplek bijvoorbeeld. Je ziet het aan kantoren, waarin flexwerkplekken iets minder geliefd zijn op het moment. Je zoekt toch je eigen plekje, je hebt je ruimte nodig en liefst ook een hygiënische plek. Dus misschien moet trappen breder, zodat mensen elkaar makkelijker kunnen passeren. En dat betekent natuurlijk wel iets voor de bouw, want dat maakt een gebouw natuurlijk duurder. En wonen dan? Je kunt niet met 2 mensen in 1 lift in 1,5 meter samenleven. Dus als je een appartementencomplex wilt ontsluiten en ook corona-proof wilt ontsluiten, zul je daar ook over moeten nadenken. Hoe ga ik mijn lift opdelen? Nou, dat ga je niet opdelen, dus je gaat misschien weer trappen maken of toch weer lager bouwen. Govert Flint is lid van de ontwerpstudio Enrichers. Als afstudeerproject ontwierp hij een bionische stoel, waardoor je niet met een toetsenbord of muis, maar met je lichaam je computer kunt besturen. Corona, zegt hij, kan onze verhouding tot alledaagse voorwerpen veranderen. Kan je knoppen en handvatten, wat eigenlijk het grootste probleem is, en toetsen, kan je die vervangen met bewegingen of met andere lichaamsdelen, dat je bijvoorbeeld met je schouder een knop bedient of gewoon in de lucht typt. Of dat je gaat leunen tegen dingen aan in plaats van dat je je vasthoudt aan een paal in een metro. Die knoppen zegt kassa's, terminals. En dan zeg je ook besmettingsgevaar. Een oplossing? Leap motion. Mijn handen worden nu gezien door deze sensor. En als ik dan met mijn handen beweeg of typ, dan kan ik mijn computer besturen. En dit zou een hele interessante toepassing zijn voor plekken waar je wel toetsen nodig hebt. Zoals een pinautomaat of een ticketbox of een snoepautomaat, zodat je wel toetsen kan indrukken en verfijnde handelingen kan doen, maar toch zonder iets aan te raken. Als je bijvoorbeeld kijkt naar dit café, en dat geldt ook voor de cafés hier omheen liggen, je zou er prima gebruik kunnen maken van bijvoorbeeld die ruimte daar. Je zou een terras kunnen maken daar,
zeker in de komende maanden waarin het weer waarschijnlijk heel erg goed zal zijn. De kroeg, de kantoren, de straten, je kunt het zo gek niet bedenken of de vorm en de functie komen onder het anderhalve meter vergrootglas. Vergezocht? Overdreven? Nou, wen er maar aan.